Het eerste verrassingspakket wat wij weg gaan brengen gaat hier naar de Vorstelstraat nummer 9. Maria van Veen is geselecteerd uit alle inzendingen. Gaat u mee? Love is in the air. Everywhere I look around. Ik ben benieuwd of ze thuis is. De bel gaat, dus ik hoop dat ze thuis is, dat ze open doet. Want ze weet natuurlijk niet dat wij komen. Dat wordt spannend. Maria van Veen, we zijn aan het goede adres. We hebben een kleine verrassing voor je. Kom eens naar buiten. Help, niet schrikken. We komen met een mooi pakket. Pak hem eens even aan. Sorry. Waar heb ik dat aan te danken? Nou, dat is zo. Je bent opgegeven voor één de beste kanjer namens Digos ter Aar. Ik begrijp het gewoon helemaal niet. Ik heb helemaal niks gedaan. Nee, dat klopt. Je bent opgegeven door iemand anders. Die schrijft, zij doet zoveel goeds voor dementen en bejaarden in Aar en Amstel. Ze cijfert zichzelf helemaal weg. En ze is een vrouw die verdient om eens in het zonnetje gezet te worden. Het is gewoon mijn werk. Maar ik vind het ook hartstikke fijn om te doen. Ik word er gewoon helemaal... jullie overvallen me. Een pakket? Ja... Het is hartstikke zwaar. Een ontbijtpakket, dus aankomende week ga je ontbijt op bed krijgen. Nou, geweldig. Hartstikke leuk. Hoe ga je de Valentijnsdag doorbrengen? Gewoon. Ja, niet speciaal naar mijn idee, maar ja, dit wordt natuurlijk wel hartstikke leuk. Yeah. Jullie verrassen me. Ik weet gewoon helemaal niet wat ik zeggen moet. En daarom is dit pakket voor jou, omdat je het verdient. Namens ons veel plezier ermee. Nou, dat gaat helemaal lukken. Hartstikke leuk, dankjewel. En ja, natuurlijk wil ik eigenlijk wel weten van wie dat dan is. Want ik heb helemaal niks gedaan. Nee, en dat blijft dan natuurlijk namens Valentijn. Want dat blijft een verrassing. Nou, geweldig. Wat kan ik meer zeggen? Niet er maar lekker van. Gaan wij naar de volgende. Oké, nou, hartstikke mooi. Dankjewel. De volgende kanjer, je zag het al, die woont hier in de Plantaanstaan in Ter Aar. Ook dit pakket gaan wij bezorgen. En we moeten naar nummer 1, want daar woont onze volgende kanjer. Kom mee. We hopen dat ze thuis zijn uiteraard. De bel die doet het. Afwachten. De spanning stijgt. Want zal Kees-Jan Bezemer thuis zijn? Kijk eens aan. Dag, goeiedag. Kom eens even een stapje naar buiten. Kees-Jan Bezemer, we zitten volgens mij aan het goede adres. Ja, dat klopt. Hier woon ik. Kees-Jan, ja. We hebben een hele bijzondere verrassing. Pak aan. Dat is leuk. Dit pakket is voor jou. Waarom? Nou, ik zal het je vertellen. Je bent opgegeven voor één de beste kanjer van Ter Aar. Dat is leuk. Je dat gedaan dan? Ja, dat wie dat gedaan hebt, dat kan je misschien wel opmaken uit het volgende verhaaltje. 14 februari is voor ons altijd een speciale dag, omdat ons zoontje 21 jaar geleden geboren is, maar ook is overleden. Hij blijft zijn vader en mijn kanjer. Ja, klopt. Dat klopt. Ja. Een bijzonder verhaal dit. Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Het kind is toen geboren en het heb ongeveer 14 jaar geleefd en toen is er overleden. Een heel bijzonder dag bij ons in huis. Met gezin ook. Ja, dat is een hele ingreep geweest in de familie toen. Maar toch wil jouw vrouw je toch nog eens een hart onder de riem steken met een prachtig pakket. Dat is leuk. Ik zal mijn vrouw bedanken. Ja. De liefde zit er nog steeds. Ja, nog steeds. Ja, inderdaad. Dat klopt allemaal precies, ja. Anneke, jij bent natuurlijk een stel die iedereen in Ter Aar kent. Anneke wel, ja. Mij kent het niet meer. Anneke kent het wel. Maar vanaf vandaag wel, want je bent één de beste kan je geworden. Dankjewel. We wensen je heel veel plezier. Ga het ontbijt klaarmaken. Ja, dat doen we gelijk. Want er zit van alles in, dus je kan gaan smeren. Dankjewel. Fijne dag verder nog. Oké, dankjewel. Tot ziens. En zo vliegen we weer met de camera naar de volgende straat, in de A van Heuzenstraat. Want daar woont mevrouw Schiebroek. Zij is ook genomineerd voor één de beste kanjer. En dit pakket is voor haar, dus we gaan het gauw brengen. Hopelijk is mevrouw thuis. De bel doet het in ieder geval. En dat hebben we vast mee. Kijken wie er open gaat doen. Ik ben heus benieuwd. De deur gaat open, de deur gaat dicht. En wie doet er open? Goeiedag, zijn we hier bij mevrouw Schiebroek? Kom even naar buiten toe. Zijn we bij mevrouw Schiebroek hier? Ja, dat klopt. Ja. Is dat jouw moeder? Dat is mijn moeder, ja. Is ze er toevallig? Nee, ze is niet thuis. Oké, ik heb een verrassing voor haar, maar dat kun jij vast ook aanpakken. Pak aan. We hebben een boodschappenpakket voor haar. Ze is namelijk genomineerd tot één de beste kanjer.
Hartstikke leuk. Verdient je moeder dat? Ja, zeker weten. Ja. Ja. Ik heb een briefje gekregen namelijk. Iemand heeft daar opgegeven. Ik vind Agnes een echte kanjer, omdat er heel veel gebeurd is in haar leven. Vervelende scheiding, rotziekte en al nog niet meer. Maar ondanks alles is ze altijd gezellig en heel veel mensen kunnen van haar leren. Daarom is ze mijn grote kanjer. Nou, dat klopt helemaal. Ja, hartstikke. Ja. Het is een ontbijtpakket. Ga jij het ontbijt klaarmaken voor je moeder dan? Tuurlijk. Wil jij dat geregelen voor ons? Komt helemaal goed. Goed, dan geef je dit brief aan haar. Zeg maar namens Valentijn en wens Wele nog een hele fijne dag. Dankjewel. Gaan wij het gauw door, want de volgende wacht. Zoals je al ziet zijn we op de achterweg in Nieuwkoop, want ook hier is een pakket bij iemand goed terechtgekomen. En we gaan gauw aanbellen om te kijken wie er gaat open doen. Gaat u mee? Kijken of de mensen uiteraard thuis zijn. Twee bellen ga ik indrukken. En hopen dat er iemand natuurlijk gaat opendoen. Het is namelijk de familie Pijper. Ze hebben dit pakket gekregen omdat. Dat ga ik ze zelf maar even vertellen. Kijk, er wordt al open gedaan. Mevrouw Pijper, kom eens naar voren. Ik heb voor u heel goed nieuws. Dat is niet gek. Ja, u heeft namelijk dit boodschappenpakket gekregen. Daar hou ik wel van, ja. Nou, nee. Waar heb ik dat aan? Je hebt die te danken aan het volgende. Ik heb een heel brief binnengekregen. Bij de Digos Interaar mochten mensen iemand opgeven die dit pakket mochten verdienen. En jullie zijn het geworden. Waarom? Deze mensen hebben een soort tweede nieuwe leven gekregen. Ze hebben namelijk allebei iets aan het hart gehad. Ze hebben ellende achter de rug. En allemaal niet leuke dingen. En ook deze brief was voor jullie, want er zijn twee nominaties binnengekomen. Ook voor uw man. Want na zijn operatie wordt het tijd om eens even in het zonnetje gezet te worden. Nou, dat is heel leuk. En ik weet waarschijnlijk wel wie de dader is. Echt waar? Ja, zal mijn dochter wel geweest zijn. Het zou kunnen, ja. We weten het niet. Het is natuurlijk een Valentijn. Mevrouw, we mogen deze even aan u geven. Hoppa. Een mooi pakket. Ja, hartstikke bedankt. En heel veel plezier ermee. Ik hoop het wel. Dat zal wel lukken. Ja, toch? Ik heb meteen wat te doen. Ja, je krijgt een uitzoeken. Ruimen. Ja, je kunt de koekjes volgezet. Ja, jullie mogen binnenkomen. Nee, want wij moeten naar de volgende. Oh. Ja, er wachten nog veel meer mensen op ons. Toch wel. Ja. Geen fijne dag. Fijn, hartstikke bedankt. Ja. We gaan de vrouw vandoor. Ja. Dankjewel hoor. We zijn toegekomen aan het laatste pakket. Het laatste pakket gaan we brengen bij Lieneke Miltenburg. Ze woont in Noorden, hier achter ons. En ze weet niet dat we komen. Dus ook dit pakket gaat volgens mij een hele goede bestemming krijgen. Kom, daar gaan we. Het staat er was op de stoep. De beurbel doet het. De hond die blaft. Nou, nu hopen we nog dat Lieneke thuis is. Goeiedag. Goeiedag. Wij zijn hier met een heel verrassend boodschappenpakket. Ja. Ben jij Lieneke toevallig? Nee, dat is mijn mama. Dat is jouw mama? Dat is mijn mama, ja. Ach, nou, we hebben een heel lief briefje binnengekregen. Ze is namelijk een uitstekende mantelzorger. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ze doet van alles. Ja. Is ze zo'n vrijwilligster? Ze helpt vooral met mijn oma. Ik denk dat het vooral is dan. Ja, ja. Je oom heeft hulp nodig? Zeker. En daarom is ze dit pakket gekregen, omdat ze zo goed voor haar klaar staat. Nou, helemaal leuk. Ik ga het aan haar geven. Ga jij ervoor zorgen? Ja, ze is er helaas niet, maar ik ga het zeker aan haar geven. Doe dit briefje erbij. Van wie het afkomstig is, dat blijft natuurlijk een Valentijnsverrassing. Nou, dat is jammer, helaas. Ik ben wel benieuwd van wie. Maar jij kan alvast het ontbijt gaan klaarmaken, want het is een ontbijtpakket. Oké, nou, dan mag ik dat zeker morgen weer doen. Nou, dankjewel. Wij bedanken je en wens je een fijne dag verder. Dankjewel, hetzelfde. Oké. Wat heb je toch een leuke job, hè? Ook al regent het op dit moment. Ik heb heel veel mensen blij gemaakt. En dat doet me goed. Dankjewel.